rouwcentrum van de Indische gemeenschap in de Boemerang. Opnieuw zijn stoffelijke resten aangekomen in Eindhoven. En het robotteam van de Technische Universiteit is wereldkampioen. Een rouwcentrum voor de nabestaanden. Buurthuis de Boemerang aan de Planetenlaan in Woensel opent vanaf komende woensdag 2 keer per week haar deuren voor nabestaanden van de vliegramp en betrokkenen. Het initiatief voor de rouwplek komt vanuit de Indische gemeenschap in Eindhoven. De herdenkingsbijeenkomst voor een van de slachtoffers, Ninik Juryani, afgelopen zondag, heeft laten zien dat daar behoefte aan is. Het gaat allemaal om onze band met Ninik en het tragische verlies van haar. U kunt zich wel herinneren hoe zij en wat zij voor u geweest is. En het is goed om daar even bij stil te staan. Wij ondersteunen mensen uit Nederlands-Indië met een herkomst daar of een affiniteit. En we hebben afgelopen zondag al een herdenking gehad voor Ninik, die hier in het Eindhovense heel erg bekend is. En in beginsel denk ik dat het belangrijk is dat er een plek is waar mensen samen kunnen komen. Waar ze gehoord kunnen worden, waar ze herkenning vinden, verbinding. En ik denk ook dat dat het eerste en het enige is wat we nu eigenlijk kunnen betekenen voor de mensen. Dat je er in ieder geval bent. Op woensdag en vrijdag van 11 tot 1 uur zijn vrijwilligers van de Indische gemeenschap aanwezig voor een luisterend oor, een bemoedigend woord en een kopje koffie. Gezien de enorme toeloop en de ontstentenis die er leeft, hoop ik dat de gemeente Eindhoven, misschien in samenwerking met Belita en ARK, een plek in Eindhoven kunnen bewerkstelligen waar mensen samen kunnen komen. Die plek is dus nu gerealiseerd bij Buurthuis de Boemerang. En vanaf morgenmiddag is er ook een speciaal telefoonnummer dat mensen kunnen bellen. Indien nodig worden mensen doorverwezen naar de stichting Belita, onderdeel van stichting De ARK. Dat is een centrum dat zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.